Soms moet je er wat moeite voor doen om ergens te komen. Ik vaar hier door het schitterende molengebied, Werelderfgoed Kinderdijk, UNESCO. En niet alleen vanwege het geweldig ingenieuze waterbergingssysteem, wat al honderden jaren hier functioneert en nog steeds, om de omliggende polders het waterpeil te reguleren. Het is ook bijzonder vanwege de water- en moerasvogels. En de molenaars die hier vroeger leefden en werkten, die hadden het niet breed. Ze visten in het gebied, ze hadden jacht, ze legden grientjes aan en sneden riet. Allemaal om hun levensonderhoud te kunnen voorzien. En wat ze ook deden was op de molenerven de grond bewerken. Ze legden moestuintjes aan en ze planten fruitbomen. En dat is de reden dat ik hier ben. Die fruitbomen die mochten natuurlijk niet ten koste gaan van de wind op de molen. Dus die werden of op een strategische plek gezet, of ze werden klein gehouden door snoeien. Dus je vindt hier eigenlijk van oudsher niet echt hoogstamfruitbomen, maar fruitbomen in allerlei varianten, soorten en maten. En omdat de andere bomen in het gebied eigenlijk niet hoog mogen groeien, zijn die fruitbomen best wel beeldbepalend. Ze bloeien natuurlijk en het draagt in het najaar fruit. En omdat dat eigenlijk zo beeldbepalend is, vindt de Stichting Werelderfgoed het belangrijk dat die fruitbomen goed onderhouden worden. En waar mogelijk zelfs opnieuw herplant worden. En daar mag ik een rol in spelen en ik vind dat onwijs leuk. Ik denk dat het heel goed is dat de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk en niet in de laatste plaats Debbie Gerritsen het belang inzien van de fruitbomen op deze plek. Omdat ze ook historisch gezien echt onderdeel van het molenerf vormen. En dus als je nog eens een keer hier langskomt op Molens Kinderdijk, want er is hier echt veel te zien, het is echt de moeite waard, kijk dan ook eens wat extra uit naar de vele fruitbomen die hier in het gebied staan. Tot de volgende. Hai!